Het begint eigenlijk met een houten puzzelrailsje, met een houten treintje die je zelf moet aanduwen. Maar hier is echt de wortel voor de liefhebber. Hè? Ja, dit is het begin van een tuintrein. Kinderen vinden het prachtig, want ja, het is een grote die je kan beetpakken. Je kan er dingen inzetten. En het aardige is dat als je wat ouder bent, dan koop je de betere locomotieven erbij. En dan kan je in je tuin buiten het aan gaan leggen. Nou begrijp ik dat het voor kinderen vreselijk leuk is, maar ja, volwassenen zijn, er zijn zoveel treinen gekken. Wat maakt dat nou zo leuk? Ik denk dat het leuk is dat je je eigen fantasiewereld kan bouwen en je bent er de baas over. Dus je ziet ook dat heel veel managers, Nijpels is zo'n voorbeeld, dat die 's avonds zich terugtrekken, die gaan op de zolder zitten en zijn de baas over wat daar gebeurt. De trein vertrekt als zij op een knopje drukken. En ik denk dat dat het leuk is. Nou zijn er ook mensen die betalen heel veel geld, soms duizenden euro's voor een treintje wat nooit rijdt of misschien 1 of 2 keer zal rijden. Ja, je hebt in dit hobbygebied een hele hoop verschillende mensen. De meest merkwaardige vind ik de dozenverzamelaars. Die kopen een doos met een trein en zetten hem vervolgens in een kast en dat is het. En die kijken dus naar die doos en niet naar wat erin zit. Deze blauwe is heel bijzonder. Waarom is die zo bijzonder? Die is zo bijzonder omdat die een model is gemaakt wat klopt tot het laatste klinknageltje van een locomotief die gereden heeft van Brabant naar Duitsland. De blauwe Brabander en die trok blauwe Duitse wagens. En de eigenaar van die maatschappij vond dat de locomotief ook blauw moest zijn. Dus er zijn er maar 2 van gemaakt. En ja, dit is een heel bijzonder model omdat ja, het is het enige wat ooit gemaakt is. Ik heb achter in het depot 3 hele bijzondere dingen gevonden. En dit zijn echt dingen waarvan je afvraagt, ja, hoe komt dat bij je terecht en waarom geven mensen dat weg? Dus bijvoorbeeld, dit is heel apart. Dit is een heel bijzonder treinstel. En wat is nou het bijzondere eraan? Het bijzondere is dat wij het gekregen hebben van iemand uit Thailand die daar een fabriek heeft van blikken. Grote locomotieven voor de Australische exportmarkt. En die zei, ik heb een unieke trein van de firma Märklin. Nou, we hebben dat bekeken en onze deskundigen zeggen, nee, het is niet van Märklin. Het is in opdracht gemaakt van een speelgoedwinkel in Amsterdam, Merkelbach. En die heeft een Nederlandse man dit laten namaken, geschikt voor Märklin. Maar er zit een grapje in van meneer Merkelbach. Meneer Merkelbach junior, die woonde in Amsterdam en zijn vriendin woonde in Arnhem. Dus de trein rijdt ook van Amsterdam naar Arnhem. Nou, de man die het hier bracht, die dacht dat het een vermogen waard was. Maar dat blijkt het helemaal niet te zijn, want er blijkt het een hele hoop van te zijn. Omdat Merkelbach heeft het een enorm aantal laten maken en kon het gewoon niet kwijt. Dus jaren stond het te koop in de winkel in Amsterdam. En dit is een blikken model waarbij het aardige van de ontwerper is dat hij hier in de motor heeft gebouwd in het middenstuk. En ik zit me net te bedenken dat hij zijn tijd ver vooruit was, want de nieuwe Spurt van Arriva heeft ook die motorkast middenin. Amsterdam-Arnhem, leuk verhaal. Mooi hè?